In verband met het jaar van het konijn heeft de Suriname Chinese Unit Association, SCUA, vandaag een temple fair georganiseerd op het KKF-terrein. Bij deze fair, die het karakter van een beurs heeft, zijn vanmorgen diverse culturele optredens gepresenteerd. President Chandrika Prasad Santokhi heeft in een videoboodschap zijn wensen voor het Chinees nieuwjaar uitgesproken. En vooruitkijkend naar dit jaar verwacht en wens ik van harte dat iedereen de handen ineen slaat. Vooral bij het aanpakken van de diverse uitdagingen, zoals de aanpak van criminaliteit, het versterken van de samenwerking op meerdere gebieden, waaronder ondernemerschap, de verdere groei die we willen hebben van onze economie, de goede gezondheid die we willen hebben voor alle burgers, maar ook de landbouw waar we flink moeten gaan investeren, de voeding, die oil en gas en bij de ontwikkeling van al deze zaken moeten wij, Lobby Brother Nangasisa, nauw met elkaar samenwerken om de stabiliteit van het land te helpen behouden. Wij zijn zeker pleitbezorgers en voorstanders van ondernemerschap. Santokhi zegt dat de huidige regering zeker een pleitbezorger is van de stabilisatie van de economie. Verschillende Chinese organisaties in Suriname zullen in verband met de viering van het Chinees nieuwjaar, welke morgen 22 januari begint, activiteiten organiseren. Het gaat om meer dan 14 organisaties. Het konijn is het vierde dier in de 12-jaarlijkse cyclus van de Chinese dierenriem, volgens de Chinese kalender. Karaktereigenschappen van het konijn zijn volgens de Chinese astrologie rechtschapen, gevoelsmatig en voorzichtig.